Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 17 maart. Wolkenvelden in Nederland, maar ook opklaring. En deze foto die u ziet, die is gemaakt door Chris Strijbos vanmiddag. Op dat moment scheurde de bewolking open. En we zien hier ook prachtig het blauw achter die wolken. Ja, het is vanmiddag vrij zonnig, maar vanavond gaat de bewolking toch wel weer toenemen. Het was vanochtend ook nog vrij bewolkt, want het opklaringsgebied dat vanochtend overtrok, dat was vrij snel voorbij. Daarachter kwamen we weer in de bewolking terecht. Maar nu zitten we dus vanmiddag in wat meer opklaringen en is het wachten op dikkere bewolking, die nu nog boven Groot-Brittannië ligt, maar ons in de loop van de avond gaat bereiken. En dan, ja, dan gaan we ook te maken krijgen met regen. Vanmiddag is het zo'n 9 tot 11 graden in Nederland. En dat is beduidend koeler dan gisteren. Want toen was het op sommige plaatsen in het zuiden van het land zo'n 17 tot 18 graden. Ja, dat gaat vandaag dus niet gebeuren, omdat de aanwezige lucht duidelijk kouder is. En. Die lucht die wordt dus ook een stuk vochtiger. Want vanuit het westen komt een front onze kant op en dat bereikt ons vanavond. En dat gaat voor regen zorgen vannacht. En ook morgenochtend regent het nog enige tijd. In de middag dan blijft het waarschijnlijk wel op de meeste plaatsen droog. Maar in de avondmorgen gaat het toch weer op veel plaatsen regen. En ook in de nacht kan het dan weer wat regen vallen. Zondag dan wordt het geleidelijk aan wel weer wat droger. Kan het nog wel een beetje miezeren hier en daar. En zondagavond volgt het dan opnieuw regen. U hoort het al, het is zeer wisselend. Er zijn droge perioden. Periodes. En er zijn periodes met regen te verwachten dit weekende. En het ziet er naar uit dat het juist in de middagen overwegend droog is. Overigens hoeft u dan niet te rekenen op de zon, want bewolking blijft gewoon overheersen. Al met al zal het zaterdag en zondag toch vrij grijs zijn door die bewolking. En ook maandag zijn we nog niet van dat wat matige weer af, want ook dan wordt er veel bewolking verwacht en kan er af en toe wat regen gaan vallen. Nou, vanmiddag dus eerst nog wel wat zon. In de loop van de avond neemt de bewolking toe. En in het tweede deel van de avond verwacht ik zo'n beetje de eerste regen boven het noordwesten van het land. En die regen die breidt zich dan geleidelijk aan uit richting het oosten. In de nacht dan blijft het eigenlijk overal wel regenen. Temperaturen liggen dan zo tussen de 6 en de 8 graden. En er staat een vrij krachtige tot harde wind uit het westen of zuidwesten. Die harde wind is dan met name in de kustregio's. Morgenochtend ook nog regen, maar geleidelijk aan wordt het wel wat droger. En in de middag, dan denk ik dat het op de meeste plaatsen in Nederland wel droog zal zijn. Maar dan is er nog wel veel bewolking. Temperatuur ligt dan tussen de 9 en de 12 graden. Ja, en de dagen erna blijft het wisselvallig. Zondag is toch ook wel een bewolkte dag. Met van tijd tot tijd wat regen of gemiezer. Ik denk dat de meeste neerslag op zaterdag valt. Op zondag is het over het algemeen wat lichte neerslag. En ook daarvoor geldt in de middag dus overwegend droog. Maandag en dinsdag ook nog wisselvallig. Met wolkenvelden. Misschien af en toe eventjes wat zon. En temperaturen tussen de 11 en de 13 graden. Dinsdag kan het al wat warmer worden in het zuiden. En dan lijkt het erop dat in het tweede deel van de week het weer gaat verbeteren. Een hoger. Drukgebied komt dan weer onze kant op en dat betekent meer ruimte voor de zon en droger weer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerblaza. Ik wens u nog een fijne dag.